Het kinderhuis Leliendaal in het district Kommewijnen bestaat 100 jaar. Dit heugelijk feit is gisteren gevierd met een kerkdienst en de vertoning van een documentaire. Dominee Martin Mingoen hield de aanwezigen de ontstaansgeschiedenis van het kinderhuis voor. Volgens hem zijn archieven heel belangrijk om te weten hoe dingen tot stand zijn gekomen. Zo gaf hij aan dat in het jaar 1919 het zendingswerk onder de Javaanse contractarbeiders is begonnen. Met de komst van zendeling Habielke. En hij begon op verzoek van het gouvernement op Leliendaal met een kinderhuis dat op 19 november 1918 een eigen gebouw kreeg. Het is een van die bronnen die zegt dat op 19 november 1918 kreeg Leliendaal een eigen gebouw. En ik denk daarom dat Leliendaal zich gepind heeft op 19 november 1918. Ouders van de toen der tijd Javaanse contractarbeiders en het immigratiedepartement van Javaanse kinderen brachten hun kinderen naar het zendingspost Leliendaal om hun kinderen op te voeden. Het waren kinderen die niet voldoende door hun ouders onderhouden konden worden en dreigden op de slechte weg te komen. Aangezien hun aantal boven 10 kinderen klom, was de behoefte aanwezig om hun eigen kinderhuis op te zetten. Maar hoe zou dat geschieden? Waar moesten de middelen vandaan komen? God voorzien. God heeft hierin voorzien dat bij de viering van 150 jaar firma C. Kersten en Co. getrouw aan een luister de sociale en geestelijke nood der bevolking te helpen lenigen, een volledig ingericht gebouw te schenken aan de Javaanse zending te Leliendaal. De inwijding van dit kinderhuis heeft plaatsgehad op 27 oktober 1918, aldus dominee Mingoen, die gisteren bij de herdenking van 100 jaar kinderhuis Leliendaal de geschiedenis de revue liet passeren. De viering heeft onder grote publieke belangstelling plaatsgehad. Onder de aanwezigen bevonden zich ook First Lady Ingrid Boutersen en minister Mike Noursalim van Binnenlandse Zaken. Naast de kerkdienst en vertoning van de documentaire was er ook een presentatie van het gedenkboek Die tijd vergeet ik nooit. Dit boek is geschreven door zuster Harriet Mingoen. De opgehaalde offerande is geschonken aan het kinderhuis. Hiermee is door alle aanwezigen een bijdrage geleverd dat het werk dat gedaan wordt voortgezet kan worden.